Het stent dus, maar wat gaan ze hier doen? Een spetterend optreden. Jij hebt het gezien en je was onder de indruk. Echt? Ja. Het was echt heel erg leuk. Ik verwacht alleen super! Iets groots van hun, want ze zijn echt een leuke band. Wordt het bloeihard of heel mooi? Bloeihard! Ja! Luistert allemaal voor de Vultures van Venus. Dit is het moment. De laatste keer van deze avond. Een heel hard applaus te laten horen. Van onderuit je tenen, van onderuit je longen. Alles wat je in je hebt voor deze laatste act van de avond. Voor de Vultures van Venus! Baby, love has nothing to do with you.
by the man who warned me. The man was weak and lonely and sad. He looked down and from underneath his bed pulled out a garbage bag. Yeah. Inside it there were mushrooms and cacti and different other plants. And he began eating them all. Oh, very fast. After about an hour, he began to feel very lightheaded. He started hearing strange music in his head. Was it jazz? Was it pop? Was it rockabilly? No. It sounded something like this. Ja, het is puur een dingetje voor dit. Oh nee, ga door! Dat was eigenlijk een beetje wat ik wou zeggen. Oh nee, ga door! Dat zou heel cool zijn. We zijn allemaal heel erg bezig met muziek, maar niet met elkaar, maar we zitten wel allemaal in de klas en op dezelfde school en zo. Dus ja. Je hebt nou samen opgetreden. Was dit de eerste keer dat jullie ook samen hier stonden? Hier stonden dat jullie samen op het podium stonden? Op een podium? Nee. Ah, vroeger. Ja. Nee, we hadden over het podium gestaan en daar was ik met Boris en met Lissa en daar hadden we iets gewonnen. En het is wel de eerste keer dat we met zoveel mensen hier staan. Het publiek wil erg goed. Het publiek wil dat jullie nog een keer samen gaan optreden. Vind je het jou goed genoeg? Oh, dat beviel mij zeker. Nee, niemand gooit me stikken. Het is ook wel eens lekker, hè? Het is ook wel eens lekker. Zijn jullie ook bereid om in de band te blijven? Absoluut. Zeker. Tuurlijk. Ja. Ja? Nou, ik vind dat de overtuigendste antwoorden die ik ooit heb gehoord. Dit was de laatste act alweer van de avond. Willen jullie alsjeblieft even op een rij een heel diepe buiging gaan maken? Sophie en special guest. Midas, wat maakt jou als een special guest van één belangrijk? Ja, ik heb geen idee, dat zeg jij opeens, maar ik hoor gewoon bij de band. Oh, ja, dat is fout voor jou. Hè? Maar vind je niet aardig van me dat ik jou een special guest ben? Ik vind het super, maar het gaat natuurlijk om de band. Nou, dat was de hele band, de special guest. Applaus! Yeah! Dit was het einde, hiermee is Rosenthal.